Goedemorgen, vandaag in Café Tinto. Heel veel kinderbijbels, een reis naar Kosovo en helpen in de gevangenis. Mijn naam is Alinda Bol. Leuk dat je een bakkie meedoet. Daar zijn we dan weer met een nieuwe Café Tinto. Vandaag drinken wij koffie met Ineke Baron, Marianne van Veldhuizen en Tineke Laus. Al een hartelijk welkom hier in de studio. Tineke, jij weet alles van kinderbijbels. De kinderbijbels die liggen hier ook op de tafel. Waar komt jouw liefde voor kinderbijbels vandaan? Ik denk vanuit dat ik in het onderwijs gezeten heb en altijd met kinderen en kinderwerk bezig geweest ben. En ik hou ook veel van lezen. Ja, en als je dan de kans krijgt om iets over kinderbijbels daar wat mee te gaan doen, dan valt alles op zijn plek. Bij Ark Mission? Ja, ik werk als vrijwilligste bij Ark Mission en ben gevraagd om daar kinderbijbels te gaan bespreken. Nu ben ik eindredactrice en coördineer alles voor de website van kinderbijbels.nl. En ja, dit is gewoon hartstikke leuk om te doen. Wat is de highlight? Welke kinderbijbel is het nieuwste? De nieuwste kinderbijbel die binnen is, is deze. De Bijbel voor iedereen. Hij is dus ook nog niet besproken, want op onze website bespreken we alle kinderbijbels die te koop zijn. Niet tweedehands, maar gewoon te koop. En dat zijn er op het moment staan er 133 al op. 133 kinderbijbels. Vroeger was er gewoon één kinderbijbel. Ja, nee, Anne de Vries. Kennen jullie die nog? Heel veel. Zeker. Ja. Ja. Hij is nog de kleutervertellingen van Anne de Vries is nog te koop. En bijvoorbeeld Evert Kuyt ook. Ja. Dus die staan er nog op. Maar zodra ze niet meer in de verkoop zijn als eerste verkoop, dan halen we ze van de site af. Maar ieder jaar komen er ongeveer 10 tot 20 nieuwe kinderbijbels. Van peuterkinderbijbels tot jongere bijbels. Die staan er ook op. Bij. En die bespreken we dan met in totaal 4 vrijwilligers. En één keer in het half jaar komen we bij elkaar. En die worden gerecenseerd en dan op de site, en op de site gezet. Wat een rijkdom, hè, toch, ja, hier in Nederland. Ja. Zijn we heel luxe voor Nederland. Ja, zegt dat wel. Straks er meer over. Ja. Marianne. Ja. Hi. Hallo. Jij bent net terug van een reis uit Kosovo. Je werkt bij New Day Impact. En je zei net, ik ben vorige week maandag teruggekomen. Klopt, ja. Hoe was het? Nou, fantastisch. Ja, we doen het, die reizen met vrijwilligers naar ons project soms 3 keer per jaar. Maar het is eigenlijk altijd één groot feest. Mooi om daar te zijn met elkaar, mm-hmm. samen hetzelfde doel te hebben, als groep te groeien. En ook heel bemoedigd en soms heel gezegend zelf ook weer terug te komen. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, is het niet een enorme tegenstelling om daar te zijn, om daar de armoede te zijn? En misschien hebben wij wel een heel verkeerd beeld? Nou, het is natuurlijk confronterend altijd om armoede te beleven en ook echt bij mensen op bezoek te zijn en op een doorweekt matrasje te zitten met een kopje Turkse koffie. Ja, dat maakt heel veel los. Ik ben zelf natuurlijk al heel vaak geweest, maar we nemen ieder team weer nieuwe mensen mee en dat is altijd toch wel een schok. Ja. Aan de andere kant ook heel veel vreugde om als team samen te werken en als christenen elkaar daarin aan te voelen en je gaven en talenten te gebruiken. Maar ook om te zien wat een blijdschap dat geeft als je je uitstrekt naar andere mensen, als je samenwerkt met plaatselijke kerken die zich daardoor dan weer heel bemoedigd voelen. Dus ja, er komt ook gewoon heel veel blijdschap bij. Ja, dus raak je er niet aan gewend als je al vaker daar geweest bent? Nou, bij de huisbezoeken zelf merk ik wel dat ik daar natuurlijk toch wel enigszins aan gewend ben. Dat is natuurlijk toch zo. Ja. Maar ja, ik hou altijd voor ogen, degene die naast me zit, die ervaart dit voor het eerst. En ja, ik moet ook echt een beetje door zijn of haar ogen meekijken. En dat bespreken we daarna ook altijd met elkaar. Dat komt altijd terug. Ja, we gaan er straks meer over horen. Je hebt ook foto's meegenomen van de reis en die gaan we bekijken. Prima. Dankjewel. En dan hebben we Ineke Baron. Welkom. Jij doet het bijzondere werk. Je bent gevangenenpastor en vooral in jeugdgevangenissen. Nou, zeg ik het goed? Ja, nee. Ik werk in 4 gevangenissen. Ik kom in 4 gevangenissen. Jeugdgevangenis tot september heb ik 2,5 jaar gewerkt. Nu zit ik in volwassen gevangenissen. En ja, door de jaren heen heb ik 11 gevangenissen bezocht. Zowel ook één in het buitenland. En ja, waar het maar kon.
waar mijn vraag is, daar kom ik. Ja, hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ja, na een moeilijke periode in mijn eigen leven, waarin God mijn leven echt veranderd heeft, kwam ik in aanraking met iemand die de kerkdiensten bezocht. Nou, wij wonen 20 kilometer van Veenhuizen af. Nou, Veenhuizen staat ook bekend als een gevangenisdorp. Ik heb dus 28... Dat is in Drenthe? In Drenthe, ja. Ik woon zelf in Friesland. En ik heb 28 jaar in Houdewijk gewoond. Tot 20 jaar reed je die gevangenissen voorbij. En achteraf denk ik, hoe kan dat? Hoe kan dat? Als ik zie nu, nu ik daar overal binnenkom, en vooral ook in de jeugdgevangenis, dat heeft mij toch heel veel gedaan. Daar binnen zijn en zien waar die jongens, hoe die daar leven. Hoe bijzonder dat is. Ja. Je hebt een glazen pot vol met verhalen meegenomen. Ja. En daar gaan we straks meer over horen. Nogmaals hartelijk welkom hier in de studio. Wat is jou opgevallen de laatste tijd? Deze vraag stellen wij aan onze gasten hier in Café Tinto. Het kan zijn een nieuwtje uit de krant of van televisie. Of misschien wel uit een boek of uit jullie woonplaats. Marianne, mag ik dat misschien als eerste aan jou vragen? Is jou iets opgevallen? Nou ja, ik moest toch even denken aan het werk wat wij zelf doen. En de bijzondere manieren waarop mensen ons daarbij ondersteunen. En in dit geval is dat Deborah Olieman uit Vaassen. Ligt vlakbij Apeldoorn hier. Zij heeft een cd opgenomen voor een project van ons in het plaatsje Bitay. Daar willen we heel graag een kerkje bouwen. Omdat daar door het werk heen van onze teams, van onze organisatie, maar ook van de plaatselijke kerk, is daar een gemeente ontstaan. En die willen we eigenlijk heel graag een kerkje geven. En zij heeft daar een cd voor gemaakt. En als het goed is, heeft gisteren of eergisteren een stuk daarover gestaan in de Stentor. En dan regio Epe. Dus ik weet zelf nog niet helemaal waar ik het moet zoeken. Maar ik weet wel dat ze geïnterviewd is en dat het erin zou komen. Ja, en waar kan men die cd vinden? Kan die bij haar besteld worden of ligt die in de christelijke boekenwinkel? Nou, dat laatste weet ik eigenlijk niet. Maar ze hebben ook een eigen website. Dat heet Purpose Music Project. Dus maar als je zoekt op Deborah Olieman, dan kom je er vanzelf. En ook op onze eigen site. En de opbrengst is voor New Day Impact. Ja, voor dat speciale project. Zij is daar zelf ook geweest en is zo geraakt door het hele verhaal van dat dorp. Dat ze dacht, hier ga ik mijn stem voor gebruiken. Geweldig. Dus ja. Leuk. Ja, de mensen kunnen ook altijd even mailen naar Café Tinto. Dan verwijzen wij ze door. Tineke, is jou iets opgevallen? Ja, misschien iets wat gisteren heel erg in het nieuws was. Namelijk de econoom Piketty, die gekomen is naar Nederland om te praten over inkomensongelijkheid. En het sluit misschien een beetje aan bij Kosovo. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook in Nederland er weer over gesproken wordt voor de Nederlanders hier. Want er zijn veel mensen die werkeloos zijn. En dan is het niet makkelijk om rond te komen. En er zit een groot verschil in inkomensongelijkheid. Maar dat heeft heel veel impact op de mensen, op gezondheid, op hun geluk. Maar ook naar de ontwikkelingslanden toe. Ik denk dat we wereldwijd moeten kijken naar die inkomensongelijkheid. En ik denk dat Piketty daarin een aanzet geeft. Want nu wordt er weer over gesproken van ook vanuit ons geloof. Hoe gaan wij om met de welvaart en hoe gaan we om met inkomensongelijkheid? Want het gaat niet om het geld, maar het gaat hoe je met elkaar in het leven staat. En hoe je elkaar daarin kunt helpen. Dus ik dacht, iets positiefs zoeken in het nieuws is soms heel moeilijk. Ja. Maar ik denk, als dit goed opgepakt wordt, is het heel belangrijk, want we kunnen het niet alleen in een klein groepje, maar we zullen met elkaar moeten kijken. Hoe gaan we om? Met elkaar. Heel mooi. Ja. Dankjewel. En Ineke, is jou iets opgevallen in het nieuws? Als je daar terugkijkt naar wat er in onze omgeving gebeurt, dan zie ik heel veel ontwikkeling in de samenwerking tussen alle verschillende kerken. Tussen alle verschillende christenen die samen hetzelfde doel voor ogen hebben. En dat is eigenlijk begonnen in 2005, toen de gezamenlijke Alfa-cursus van alle kerken samen is gestart. En dat stopt niet meer. Dat gaat door. De mensen die toen meededen, die verspreiden zich. Kerkmuren vallen om. Ja, die zijn, zijn gewoon laag, heel laagdrempelig. Ja. Dus er gebeuren steeds meer dingen die we samen doen. We hebben altijd al gezegd van toen we die Alfa-cursus starten van... We hopen nog op een rotonde kerk, want midden in ons dorp is een rotonde in Houdewijk.
En ja, de een ging van die kant naar die kerk en de ander ging van die kant naar die kerk. En we zeiden, nou, wacht, er komt nog een tijd, dan bouwen we een kerk midden op de rotonde. En dan gaan we daar met elkaar verder. Dus ja, en maar dat het niet meer stopt, dat vind ik zo bijzonder. Het wordt gezegend. Ja. Ja. Geweldig, mooi. Er zijn steeds meer dingen. Heel erg mooi. Wat een positiviteit, hè, vandaag. Ja. Leuk, dank jullie wel. Is je ook iets opgevallen in het nieuws en wil je dat graag met ons delen? Stuur een mailtje naar cafetinto@family7.nl. Dan gaan we nu in gesprek met Tineke Laus. Jij werkt bij Ark Mission en jij weet heel veel over kinderbijbels. Maar we willen eerst weten, wie is Tineke? Ik heb een aantal tegenstellingen voor je opgeschreven. Mascara of lipstick? Geen van beide. Als je moest kiezen? Mascara. Binnen of buiten? Buiten. Breien of boeklezen? Boeklezen. Ramenzemen of badkamersoppen? Ramenzemen. Jurk of broek? Broek. Maria of Marta? Marta. Pen of computer? Computer. Oorbellen of armband? Armband. Auto of fiets? Fiets. Kinderbijbel of de Bijbel in gewone taal? Voor mezelf Bijbel in gewone taal, voor anderen de Kinderbijbel. De Kinderbijbel. Ik vroeg het net al, waar is jouw liefde voor kinderbijbels terecht vandaan gekomen? Komt het misschien uit het onderwijs? Ik denk vanuit het onderwijs. Ik heb lesgegeven van groep 1 tot en met groep 8. En als je dan bij kinderbijbels kijkt, je zei net van vroeger was het 1 kinderbijbel. Maar ja, kinderen van groep 3 zijn totaal anders dan kinderen van groep 7. En die kinderbijbels die er nu zijn, die sluiten bij de leeftijd aan. En wil je echt kinderen iets doorgeven van het geloof, dan moet je ook bij de leeftijd die ze hebben aansluiten. Ja, maar hoe doe je dat nou als gezin als je verschillende leeftijdscategorieën hebt? Nou, we hebben thuis, en onze kinderen schelen maar 2 jaar, we hebben het op een gegeven moment gedaan. Iedereen is gewend aan tafel Bijbel te lezen. Wij gingen 's avonds als ze naar bed gingen met ze Bijbel lezen. En dan kan je aansluiten bij het kind zijn leeftijd. Maar ook, er zijn een aantal hele leuke Bijbels waarvan je zegt, de tekst is gericht op de oudste. En de plaatjes zijn voor de jongeren duidelijker. Of bijvoorbeeld een oudste kind kan voorlezen, wat ze vaak geweldig vinden. En dan kunnen de jongeren luisteren. En dan kun je dus een eenvoudig boekje nemen. Dan kan degene die bijvoorbeeld net kan lezen al voorlezen. En de peutertjes en kleutertjes luisteren. Wat een goede tips zoal. Ja. Wat heb je allemaal voor ons meegenomen? Ik heb voor verschillende leeftijden ook verschillende kinderbijbels. We kennen natuurlijk net als Anne de Vries, de kinderbijbels met uitgebreide verhalen. Dat is bijvoorbeeld gewoon voor de bovenbouwkinderen, denk ik. Deze is, als je gaat lezen, op de achterkant zeggen ze vooraf kinderen vanaf 1 jaar of 4. Wij hebben met recenseren gezegd, nou eigenlijk vinden we vanaf 1 jaar of 6. Want het zijn vrij uitgebreide verhalen, veel tekst. En de platen zijn ter ondersteuning. En deze Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, geeft ook vaak nog een boodschap mee naar de kinderen zelf toe. En ja, bijvoorbeeld, ik kan hier eindigen bij Jozef in de gevangenis, zal ik het even. Ja. Wij mogen ook niet op andere mensen vertrouwen. Weet je wat je moet vragen aan de Heren? Heren, leer mij op u vertrouwen. Leer me op u wachten. Nou, zo heb je een aantal Bijbels waarbij de auteur duidelijk ook vertelt wat is de boodschap van het verhaal. Maar ook heel veel kinderbijbels die gewoon alleen maar weergeven wat er in de Bijbel staat. En dan wel of niet het verhaal aangevuld met een beschrijving van hoe de sfeer is of hoe kinderen met elkaar omgaan. Ik heb hier bijvoorbeeld een peuterbijbeltje. Nou, dat is natuurlijk al prachtig roze voor de meisjes. Ja. Zo zijn er bijvoorbeeld ook een meisjes- en een jongensbijbeltje. Maar daar zie je heel duidelijk, dit heet ook mijn kleine roze bijbeltje, heel korte tekst. En heel veel plaatjes. Nou, voor peuters, die hebben veel meer aan platen. Die kijken naar de plaatjes en een kort stukje tekst. Daarbij is het dan belangrijk dat ouders eigenlijk wel die Bijbelverhalen kennen. Want die kunnen ook in eigen woorden gebruiken om te vertellen. Is die ook in het blauw? Deze is niet in het blauw, maar er is wel een doopbijbel. Die is zowel in het blauw als in het roze. Ja. En er staat verder de inhoud, is precies hetzelfde. Ja, het zijn ontzettend leuke doopcadeautjes voor het opdragen. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. Ja, en er is gewoon zoveel. Ik heb hier bijvoorbeeld deze, die is net uit. We hebben ze op onze
Kinderbijbel-website staan. En dan proberen we ze allemaal te bespreken. We hebben een aantal van hoe is het verhaal? Is het beknopt, zoals bij deze? Of is het uitgebreid, zoals bij deze? Geeft de auteur een eigen visie of is het alleen weergave van de Bijbeltekst? Want hoe heet de website? De website heet kinderbijbels.nl. En daar staan alle recensies op? Daar staan alle recensies op van alle kinderbijbels die op dit moment nog in boekhandels te koop zijn. Als ze tweedehands te koop zijn, dan gaan ze van de website af. Want er staan 133 bijbels nu op. En er moeten er dit najaar zijn er ongeveer 10, 15 bijgekomen. Die moeten er nog bij. Dat gebeurt we zijn met 4 vrijwilligers. Dus bijvoorbeeld de Bijbel voor Iedereen is nog niet gerecenseerd, want hij is net uit. Ja. En ja, de mensen moeten het naast hun werk doen. Maar hij komt er gewoon op. Maar dit is bijvoorbeeld, dan denk je, ja, 101 bijbelse verhalen. Nou, we kijken. Een kinderbijbel komt op de site als die de grote rode lijn van de Bijbel heeft. Hè, de schepping, wat verhalen uit het Oude Testament. De geboorte van Jezus tot en met het paasverhaal. Want anders dan is het eindeloos om te recenseren. Maar het leuke is dat er tegenwoordig ook heel veel doe-bijbels, zeggen wij, bijkomen. En dat is bijvoorbeeld deze. Dan heb je een verhaaltje, maar eronder staat hier een zoekopdracht. Of vertel er eens iets over. Hier een puzzeltje. En dan kom je gelijk, als je een gezin met verschillende kinderen hebt. Oké, die oudsten kunnen het verhaal lezen. Voor een ouder is dit een leuke puzzel. Maar voor de ander is hier weer stukjes zoeken die erin passen. En dan ben je ook met het hele gezin ermee bezig. Ja, dat is voor kinderen natuurlijk hartstikke leuk. En ja, hij kan als handtasje mee naar de kerk. Ja, dat is natuurlijk leuk. Hè? Zo van kan hij mee naar de kerk, kan hij gebruiken. Er is overal over nagedacht. En mee naar opa en oma. Of opa en oma die zeggen van, hé, dat is leuk. Ze zijn bij opa en oma, geven een cadeautje en ze kunnen haar eigen tasje meenemen. Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook, en dat is wel vaak wat meer voor kleuters, mijn Bijbel vol verrassingen. Nou, heel erg leuk. De tekst is hier eigenlijk voor 6 jaar en ouder. En dan vindt iedereen, ik vind het ook nog leuk om ze open te doen, maar dat blijft leuk, hè, die luikjes. Het blad zit erachter. En dan heb je gelijk de kleintjes van, oh, moet je eens kijken. En jij mag vandaag de luikjes open doen. Ja. Het zonnetje. Nou, zo. En dan kijk je gelijk een stukje naar de illustraties, wat we ook bespreken. Want hier zie je wel, er is tekst en heel veel illustraties. Voor peuters is illustraties belangrijk, met een klein beetje tekst. Kleuters is ook de illustratie nog heel belangrijk, maar kun je al wat meer vertellen. En vanaf een jaar of 6, dan zeg je, wordt de tekst belangrijk. Illustratie is dan ter ondersteuning van het verhaal. Vaak bij peuters is eigenlijk de illustratie laat het hele verhaal zien. En dan krijg je ook, want we eindigen niet bij 9 jaar, maar je hebt ook jongere bijbels. Onder andere de straatbijbel van Archmedia, die geschreven is in de straattaal. En ik heb mezelf... De Torri van Mori. De Torri van Matti. De Torri van Matti. En van David, de psalmen en over Genesis. Ja. En het is heel erg leuk bijvoorbeeld bij die tienerbijbel of bij die straatbijbel. Ook om met kinderen die niet van de straat zijn, tieners, in een tienerclub bijvoorbeeld te lezen samen. Want ze worden aan het denken gezet en ze komen allerlei termen tegen die je op school ook tegenkomt. Want daar zit die straattaal ook. En dat is gewoon ook een manier van, oké, zij beschrijven het zo in die straatbijbel. Jongens, we lezen een stuk met elkaar. Zullen we nu eens de Bijbel erbij pakken? En wat staat er echt? Ja. En de jeugdbijbel? Ja, de jeugdbijbel die is ook net uit. Die ben ik aan het bespreken. Dus ik hoop hem volgende week af te hebben. Dan komt hij op de site. Die is ook voor ongeveer vanaf een jaar of 9. En daarbij is het leuke dat ieder verhaal... Er zijn 3 kinder- of jeugdschrijvers die hem geschreven hebben. Ja. En ze vertellen het verhaal vanuit 1 van de personen. Bijvoorbeeld Ismaël vertelt hoe hij het beleeft om zoon te zijn van Abraham. En Seth vertelt het verhaal van Noach. En daardoor wordt het heel persoonlijk eigenlijk. Kom je in die sfeer hoe zij het beleven. Ja, ja, en dan, de tienerbijbel vind ik ook zo mooi. De tienerbijbel Heb je die gerecenseerd? Ik heb die gerecenseerd. Die is heel erg leuk. Ik heb helaas, ik ben vrijdag gebeld hiervoor, niet alles bijdrage. Want we hebben 100 kinderbijbels in dozen. Maar ze staan op het moment op een school waar we lezing gehouden hebben. Zodat daar de ouders... gewoon kunnen snuffelen en zien van, is dat wat voor mij? Ja. Dat kunt u niet doen, maar het is wel heel mooi. Op de website kun je gaan kijken wat de verhaalstel is, wat de
theologische visie van een auteur is, maar ook de voorbeeldbladzijde. Ja, dat is ook zo leuk voor de komende cadeaumaand. Ja. Geef eens een kinderbijbel cadeau. Ja, heel goed. Want... Hoe waardevol dat wel niet is, zo'n mooi geschenk. Ja, dat klopt, want ja, je kan zeggen, ik heb één kinderbijbel, dat was vroeger. Ja, we leven hier toch, veel mensen, in een redelijke welvaart. En eigenlijk, als je, dan kan je met de kinderen meegroeien en heb je meerdere kinderbijbels. Eigenlijk kun je gebruiken. Ja. En dan is het goed. Op de site staat ook een pagina van hoe kies ik een kinderbijbel. Want je moet jezelf wat vragen stellen van, is het mijn eerste bijbel? Wil ik dus de grote lijn van de bijbel hebben? Of ik heb al een bijbel, de kinderen hebben de hoofdverhalen al gehoord. Ik wil een uitgebreidere bijbel. Nou, dan heb je bijvoorbeeld die bijbel voor iedereen, maar ook de bijbel in 63 verhalen. Die kun je pakken. Ik zal deze... Oh, een stripbijbel. Ja. Ook leuk. Ja. Ja. En voor kinderen die niet zo van lezen houden. Nou, een tiener zal dit gewoon schitterend zijn, de stripbijbel. Ja. Weinig tekst, maar heel veel plaatjes. En dat is ook een stukje bij de tienerbijbel die je noemde van Willem Vink. Daar staat bijvoorbeeld weer heel veel achtergrondinformatie bij. Deze gebruik ik ook in de jeugdgevangenis. Ja, dat spreekt denk ik veel meer aan dat je met een boek met heel veel tekst komt. Ja. En dan zie je toch weer peuters houden van plaatjes. Maar bij tieners, we zitten meer in een beeldcultuur tegenwoordig. En dat is ook een stukje verschil, net als met de Anne de Vries Bijbel. Of deze die ik er net had, met veel tekst. Je moet ook kijken naar de illustraties van een bijbel. Wat heel erg belangrijk is. Want het ene kind houdt van lezen. Maar de andere kind doet het met illustraties en daar leert het heel veel van. Ja. Wat is jouw favoriet aller tijden? Ik zeg voor jongeren vind ik heel goed de jongerenbijbel. En je hebt van de Herziene Statenvertaling ook een jongerenbijbel. Ja, maar echt als kinderbijbel? Ja, voor jongeren. Want wij denken altijd kinderbijbels, het houdt op bij tieners. Maar voor de jongeren is het denk ik heel belangrijk. Als kinderbijbel vind ik... Ik vind de stripbijbel heel erg leuk, maar ik vind heel leuk ook... Er is, net zoals de Bijbel voor Iedereen van Gottmer, de Bijbel voor Jongeren... met heel veel achtergrondinformatie. Want je hebt de Bijbelverhaal, maar wat is manna? Ja. Oh, dat was iets wat in de woestijn op de planten zat. Of de tienerbijbel vind ik ook heel erg leuk, als je ziet. Wat je daarin ook tegenkomt, en ik denk dat dat belangrijk voor ouders is... dat in kleine kadertjes wordt vaak aangegeven wat daar de schrijver eigenlijk... wat de boodschap is die hij in het verhaal ziet. Maar ik vind daar heel mooi dat het aangegeven wordt. Dus je weet, dat is de mening van de schrijver. En ja, daar word je over aan denken gezet. Ja. En die heb ik helaas niet bij me, omdat ze op de scholen zaten. Dus is een gezinsbijbel van de Internationale Bijbelbond. Waar ook met puzzeltjes, met vragen, met gebedjes... Ja, zo waar je gewoon met het hele gezin aan kan werken. Ja. De tafelbijbel is ook zo leuk. Ja, en Die had ik, maar hij is niet meer te koop, helaas. Oké. Okay. Die komt van Archmedia, dus eigenlijk zouden ze die moeten herdrukken. Want het is echt van klein tot groot kun je daar wat mee doen. Ja, dat merk ik zelf bij ons in de winkel ook. Dat heel veel kleine boekjes, die worden één keer gedrukt en dan komt er geen herdruk meer van. Maar omdat er natuurlijk heel veel nieuwe boekjes uitkomen. Onze kinderbijbels zijn eigenlijk vertalingen. Ja. En ja, dan komt er weer de volgende en dan gaat men weer verder. Ja. Een aantal blijvers worden steeds herdrukt, maar andere, dan komt de volgende weer. Je ziet wel steeds meer, wat ik zeg, doe-bijbels komen. Bijvoorbeeld, hier is mijn grote zoekbijbel. En daar staat er ook een, die zijn net uit. En dat is dan weer een totaal andere bijbel. Eigenlijk voor jongere kinderen, maar ook zoeken. Grote. Ja. En tieners hebben daar lol aan. Ja. Want dan is het leuke, ken je de Bijbelverhalen? Jongens, hier heb ik een plaat. Wat kan ik daarvan terugvinden? Weet jij nog van welk verhaal dat is? Kun je dus ook met kinderwerk heel goed gebruiken. Of op school. De Ark van Noach. Maar gewoon van eigenlijk een soort... Hey, weet jij nog wat het verhaal was? En dan kun je ook terughalen met kinderen van... Wat was de bedoeling ervan? Gewoon dat ze zelf gaan nadenken. En ook bijvoorbeeld hoorde ik van iemand... Die zei, die had een neefje wat stotterde. En die heeft aan de hand hiervan, kon hij gewoon heel rustig gaan vertellen. Dus hij leerde gewoon wat makkelijker om te praten. Omdat hij de ruimte en de tijd kreeg. Ja, en dat zijn gewoon... Wat was jouw favoriet vroeger? Weet je nog welke? Met welke kinderbijbel jij grootgebracht bent? Ja, ik ben met... even denken hoor.
Dat was niet Anne de Vries. We hebben W.G. van der Hulst nog gehad. Van de Hulst, dat ja. was ook de verhalen die daarin ja. verteld werden. Bijbelse geschiedenis van W.G. ja, van der Hulst. Ja, de tuinen van ja. W.G. van der Hulst. Ja. En ook woord voor woord. Ja. En woord okay. voor woord is nog te krijgen. En dat is ook weer het leuke. We hebben ook een categorie luisterbijbels. Of deze CD-ROMs. Luisterbijbels is gewoon voor iedereen. Maar deze CD-ROMs is vaak voor kinderen bijvoorbeeld die blind zijn of slechtziend. En die kunnen dan toch de Bijbelverhalen horen. We hebben ook een categorie Braille-bijbels. Van die in Braille uitgekomen zijn. Die hoeft men niet te kopen, maar die kan men lenen. En dat is ook bijvoorbeeld met gebaren. Ik heb hier de Bijbel van Kees de Kort. Ja. En die is van de... het is eigenlijk een uittreksel van de kijkbijbel. Maar de kijkbijbel is er ook voor kinderen die slechthorend zijn met gebaren. Hij is er ook in het braille. En ja, zo proberen we wat er is aan echt overal heel breed te maken. Dit is een aantal verhalen uit de kijkbijbel. En het leuke hierbij is dat er liederen bij zijn gemaakt. Je hebt muziek en tekst erbij. En er zit ook een cd bij waarop een... Niet allemaal, maar een groot deel van de verhalen verteld liedjes, worden. Ja. Waar je de liedjes kunt horen. Ja, en dat is ook weer een manier waar je met kinderen bezig kunt zijn. Kortom, er is heel veel. Er is heel veel. De informatie kan men vinden op de website www.kinderbijbels.nl. En je vertelde ook nog, er is een hele leuke kinderbijbel-app. Ja, die is van Bijbel voor Kleintjes. En die is ook heel leuk om te gebruiken. Besproken op, hij is op papier, maar die app kun je downloaden voor Android en voor Apple, de iPad. En het leuke is daar staan de platen op en dan kunnen kinderen erop met hun vinger heen en weer gaan. Dan gaat er van alles bewegen. Bij Jericho gaan de trompetten zo heen en weer. Ja, fantastisch, leuk. Maar het leuke van die app is dat het niet alleen plaatjes is, maar ook zodat bijvoorbeeld grootouders of broertjes en zusjes kunnen het verhaal voorlezen, opnemen. En als ze dan de iPad hebben en er is niemand in de buurt, kunnen ze toch het verhaal horen door iemand die bekend is, die het voorleest. Erg leuk. Dankjewel voor het uitleggen van al deze kinderbijbels. Tineke, heb je misschien nog nagedacht over een gebedspunt? Ja, ik heb zitten denken. We zeggen we komen een beetje uit de crisis, maar ik zie dat er toch nog heel veel jongeren die moeite hebben om werk te vinden en ook vaak hoger opgeleide, ja, die er niet over praten, maar dat ze... ik zou graag voor degenen die werkloos zijn vanaf hun studie, dat daar gebeden voor wordt, dat ze toekomst blijven zien en dat ze uiteindelijk ook werk mogen vinden, maar dat ze zich gesteund mogen weten Mooi. Door de mensen in de maatschappij ook. Mooi gebedspunt. Zo tegen 11 dan zetten we de gebedspunten nog even op een rij. We gaan kijken naar een leuke video. The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you got big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra 20 ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else, just a mermaid tail. Geweldig, hè? Oh, wat is het toch leuk om kind te zijn. Jongen, ja. Herkenbaar? Ja. Nou, het is wel, ik zat ook te denken van, wat zou ik willen veranderen? Waarom? Ja. Is oké. Okay. Zou je een zeemeermin in een staart willen? Nou, nee. Helemaal geen behoefte. Nee. Marianne, jij?
Wat vind je van het filmpje? Ja, heel leuk. Als de vraag gesteld zou worden, wat zou je willen veranderen? Nou, alle restanten van moederschap wonderlijk verdwenen zijn. Dat is fijn. Ja, en jij? Ik vond het heel leuk, het verschil tussen volwassenen en kinderen. Ja. Dat is ook iets wat je bij kinderbijbel ziet. Dan zeggen volwassenen, oh, dat ziet er prachtig uit. Maar een kind kijkt heel anders naar illustraties. Heel hier anders, ik vind dat zo leuk, die kinderen. Ja, inderdaad. We gaan er eventjes uit voor de reclame. En na de reclame vertelt Marianne van Veldhuizen over haar reis naar Kosovo om daar te helpen. En vertelt Ineke over haar gevangeniswerk. Tot na de reclame.